Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag in Q-Time praat ik met de heer Marlon Toendam. Hij is van de organisatie One to Connect. Deze organisatie zet zich in om jongeren of startende ondernemers een begeleidingstraject aan te bieden om op die manier gestructureerd hun eigen onderneming op te zetten. Kijk mee naar het babbeltje dat wij maken met Marlon, waarin hij vertelt over de activiteiten van One to Connect. What me is a little Q-Time. Goedendag Marlon en welkom in deze aflevering van Q-Time. Marlon Toendam, jij bent van de organisatie One to Connect. Je bent al enige tijd na een poos in Holland te hebben gewoond weer terug in Suriname. Vertel eens wat meer over jezelf. Dat klopt. Ik ben inmiddels, dit wordt onze vijfde jaar, dat we geremigreerd zijn naar Suriname. Buitenland gewoond. En met de remigratie heb ik mijn ondernemersnetwerkorganisatie One to Connect meegenomen, WAN 2 Connect. En ook al up and running is al enige tijd sinds 2012 in Nederland, zijn wij nu aan het opstarten in Suriname. En om daarmee de brug te leggen tussen de twee landen, One to Connect ondernemers, om ze te ondersteunen in het ondernemen. We hebben 7 pijlers gedefinieerd waar alle ondernemers mee te maken hebben, ongeacht waar ter wereld ondernemers mee te maken. En vanuit die 7 pijlers ondersteunen wij jou, zodat jij als ondernemer je kan concentreren op jouw core business. Dat is het doel en de ambitie van iedere ondernemer. Een onderneming succesvol te worden. En succesvol houdt in dat jij in staat bent om jezelf of je gezin in ieder geval te onderhouden. Oké. Dit bedrijf of deze organisatie, is het een bedrijf of organisatie? Die zit dus eigenlijk al enige tijd ook in Nederland gevestigd. Zijn jullie nog actief in Nederland? Hebben jullie nu een filiaal geopend of hebben jullie het bedrijf gewoon in Suriname gevestigd? Wij zijn ook nog actief in Nederland. En daar loopt het al vanaf 2012. Maar de concentratie is nu in Suriname actiever om het ook hier zo stabiel te krijgen zoals het is in Nederland. Ja, oké. Okay. En als u praat over we, wie is we? We in Suriname is dat mijn vriendin Krolis. Zij is mede-eigenaar van One to Connect Suriname. En samen met haar en de ondernemers die zich hebben aangemeld bij One to Connect, vormen wij One, 1. En vanuit de organisatie word je als ondernemer ondersteund. Oké. Okay. Wat zijn de 7 pijlers die jullie hebben geïdentificeerd in jullie programma? De 7 pijlers die we geïdentificeerd bedrijfskundig, waarbij jij als ondernemer ondersteuning krijgt in het opzetten van je bedrijfsplan, je bedrijfsfilosofie, je bedrijfsstrategie door onze business coaches. Je voldoet jouw product of dienst aan alle wetten volgens de wet en regelgeving. Marketing en sales. Je hebt je product gedefinieerd en groep. Communicatie. Breng je wel de juiste boodschap over naar je doelgroep? Dat is een van de pijlers. ICT, de backbone van de wereld, maar ook de backbone van ieder ondernemer. Je ervoor dat technologie voor jou en je bedrijf werkt en niet andersom. Human resources. Op een gegeven moment, als jij zo ver bent dat je ondersteuning nodig hebt, het zijn van personeel hebben die in ieder geval dezelfde ambitie en drive hebben zoals jij dat hebt. Oké. En jullie ondersteunen in het traject van de opstart. Dus iemand komt bij jullie binnen en zegt, oké, luister nou, ik ben al vanuit mijn keuken begonnen. Ik ben al 2 jaar aan het ploeteren. Ik moet naar de next step. Er is zoveel vraag. Ik kan er niet aan. Is dat het moment waarop mensen dan naar jullie toe komen? Dat is ook zo'n moment waar ze naar ons toe komen. Het liefst hebben we dat in het begin al, dat ze als ze daar tegenaan lopen naar ons te komen. Want dat is het mooie antwoorden. Want wat wij proberen te voorkomen is dat jij opnieuw het wiel gaat uitvinden. En
dat je kan leren van anderen hun opstartfouten. Dus op het moment dat je tegen dat punt aanloopt, natuurlijk bij ervaring proberen, dus op voorhand al te informeren van het moment dat je het idee krijgt dat je op dat punt terecht gaat komen, neem contact met Want to Connect. En als je deel bent van de organisatie, deel van het netwerk, dan bij ze spreken, anytime kun je sparren met de organisatie. Omdat als ondernemer heb je vaak het gevoel dat je er alleen voor staat. En feitelijk is het ook wel zo. Maar nu heb je ook nog een klankmuur. Okay. Waardoor je terug kan vallen op een organisatie. Ja, en jullie zeggen dat jullie dus een netwerk hebben. Dus jullie werken eigenlijk netwerkbased. Dus ik kom binnen als startende ondernemer. Ik kom naar jullie. Het hele plan wordt uitgeschreven. En alle invalshoeken voor de opzet van het bedrijf wordt door jullie aangedragen. En jullie zitten ook in een begeleidingstraject. Hoe lang duurt zo'n begeleidingstraject? Of is het eigenlijk gewoon ongoing? De duur van zo'n begeleidingstraject is afhankelijk per ondernemer. Je kan een beroep doen op Want to Connect op basis van de site en onze webshop een dienst afnemen. Vanuit je lidmaatschap kun je zeggen, ik wil een traject met een persoonlijke business coach ingaan. En de business coach komt met een voorstel van op basis van wat we zo lang nodig hebben. Of jij kan zeggen van nee, ik denk dat ik het zo lang nodig heb. Dus het traject is heel afhankelijk van jouw behoefte en ondersteuning die je nodig hebt. Ja, oké. En wordt er dan one-on-one gewerkt met de ondernemer en in de onderneming? Hoe zie je dus het coachingstraject eruit? We laten de ondernemers vrij. Coachingstraject maatschap zit is een intakegesprek. Daarin maken wij een populair gezegd een SWOT-analyse. Kijken wat je sterke kanten zijn, zwakke kanten zijn. En gaan we samen met je leren aan Want to Connect. Want het is niet per definitie dat je alles moet uitbesteden. Je bent ondernemer eigenwijs genoeg om te weten wat je wilt en wat je niet wilt. Maar je hebt wel een sparringspartner, een gelijkgestemde tegenover je zitten. Kijken van oké, de ondersteuning. En je kan kiezen voor een dedicated business coach. Die echt met jou stap voor stap meeloopt voor een flexibel coach. Je hebt nu een coach nodig. Oké. En je praat over een netwerk, dat wil zeggen van ondernemers. Dat wil zeggen dat jullie natuurlijk in connectie staan met een groep met ondernemers. En is het dan ook de bedoeling dat er ook een contactmoment of een ondersteuningsvorm plaatsvindt tussen de nieuwe ondernemer en het bestaande netwerk? Zeer zeker. Het is een netwerkorganisatie. En de kracht van ondernemen is goed kunnen netwerken. Ons toegevoegde waarde daarin, als het ware, direct in contact brengt met de gelijkgestemde ondernemers die verrijkend en versterkend zijn naar je onderneming toe. Het gevaar en het punt wat ik uit eigen ervaring ook heb meegenomen in dit concept, netwerken, niets ten nadele van die netwerken, is dat jij zelf op zoek moet gaan. En de kans is groot dat je tegenover een concurrent komt te staan, waar op zich geen concurrentie, maar conculega's. Mooi uitgedrukt. Je kan van iedereen kan je wat leren. Maar de kracht is, wij kennen jouw collega's, conculega's, wij kennen de ondernemers. Dus als je bepaalde behoefte hebt, wat wij samen met jou in kaart hebben gebracht, dan is het voor ons relatief eenvoudig om jou in contact te brengen met de juiste ondernemers, waarbij jullie elkaar heel snel versterkend kunnen ondersteunen. Oké. Ik kan me voorstellen dat als je een startende ondernemer bent of een jonge ondernemer, dat moet noemen hoe je wil, dat je natuurlijk alle hulp hebt, kan gebruiken, wil hebben, maar dat je toch wel zegt van, hey, luister nou, moet ik nu mensen gaan betalen die me hiermee helpen? Ik ben net bezig mijn hoofd boven water te houden. Hoe gaan jullie daarmee om? Probleem van iedere ondernemer. Investering. En daarom hebben wij, en voornamelijk in Suriname, maatwerk geleverd. Die contributie slash lidmaatschap is ver. We hebben de drempel zo laag mogelijk gezet. En het heeft te maken met een investering. Als ondernemer is iedere uitgave wat je doet,
is een investering. En dat is wat we ook overbrengen. Het zijn kosten die je, alle kosten die je maakt, een overweging dat je dat meeneemt in jouw bedrijfsvoering. Dus iedere start gaan wij samen met je kijken, wat is jouw portemonnee, wat is jouw draagkracht? En van de gedrevenheid, waar wij natuurlijk hopen en met jou daaraan werken, is dat jij het nut van Want2Connect ziet om deze investering te doen. Okay. Dat is natuurlijk het meest ideale. En ik kan me ook wel voorstellen dat de situatie van startende ondernemers in Suriname een beetje anders is dan die in Nederland. Dat is het belangrijkste verschil dat je tot nu toe hebt opgemerkt over de doelgroep waar jij voor werkt als je kijkt naar Nederland en de Surinaamse situatie. Belangrijk verschil, met name een groot verschil, is dat praten, is zoals ik het overbreng, is ondernemen is niet makkelijk. Ondernemen in Nederland is enorm complex vanwege de wet en regelgeving. Maar ondernemen is een nog grotere uitdaging. En het grote verschil is dat je in dit voorbeeld in Nederland, in het buitenland, je als allochtoon anders onderneemt. Nee, het is niet verkeerd, het is gewoon anders. En er zijn weinig tot geen organisaties daar rekening mee hielden om jou op deze manier te ondersteunen. Het verschil met Suriname is dat gebeurt het voornamelijk vanuit jouw passie. Dat is het grote verschil. Dus je bent ergens goed in. Dat wordt jou dat vanuit een noodzaak of vanuit een bepaalde ambitie en terecht volledig op. En het wordt in Suriname voornamelijk geromantiseerd. Ik ben ondernemer, ik heb mijn eigen bedrijf. En dat is begrijpelijk, maar het gebeurt ook gelijk een valkuil. En de grote ervaren ondernemers, die hebben als boodschap, word niet verliefd op je eigen product. Daar gaat het fout. En daar gaan wij samen met jou naar kijken. Oké, heel goed. En dat is een van de grote verschillen. Ja, oké. Ik vind het eigenlijk best een mooi verschil. Het verschil dat er mag wezen, als je het mee vraagt. Maar goed. Zeker, zoals ik al zei, daar is niks mis mee. Er is niks mis mee. Anders is niet verkeerd. Anders is gewoon anders. Ja, oké. Okay. Marlon, waar kunnen mensen jou bereiken als ze naar dit gesprek zeggen, hey, wacht even, dat klinkt als iets voor mij. Waar ze mij ons kunnen bereiken is het liefst via de website of via onze Facebookpagina. Maar het begint al met hoe wij onszelf presenteren. Je zit met heel veel vragen en vragen die je graag in jouw tijd op jouw manier beantwoord wil krijgen. Vandaar dat wij deze ook voor Suriname hebben opgezet. Waar je als ondernemer, zoals ik al zei, in jouw tijd, jouw tempo, heel veel vragen al beantwoord krijgt. En daar staan uiteraard onze telefoonnummers aanlopen, waarvan je zegt van, dit is mij niet duidelijk. Dan is nog steeds het verzoek, stuur daar een e-mail naar info@want2connect.com, waar je tijd voor genomen hebt om over na te denken over je vraag. Concreet, snel, jou daarmee kunnen ondersteunen. Want ondernemen is een kwestie van tijd en efficiëntie. En daar begint onze ondersteuning al mee. Denk na over je vraag, zodat je wat voor antwoord je nodig hebt. En vanaf dat punt pakken wij het samen met jou verder op. Oké, heel goed. Onze website www.want2connect.com. En Want2Connect schrijf je WAN2Connect. CONNECT. Helemaal. Correct. Ja, oké, goed. Hartelijk bedankt voor het gesprek, Marlon. Heel veel succes met de business. Dankjewel. Dank voor de gelegenheid. Dank de luisteraars voor hun tijd en aandacht. En de kijkers. En graag tot ziens. Stay safe. Bent u dus een jonge of startende ondernemer? Of heeft u plannen? Of wilt u meer weten over wat er allemaal bij komt kijken als je onderneming start? Neem dan contact op met Want2Connect. Dat kan via hun social media page en ook de website. Dat was dus het gesprek met de heer Marlon Toendang van deze organisatie.
Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Qtime en tot de volgende keer.